Kijk, ik kom altijd rondom 6:30, 7:00 thuis en er zijn alle plekken bezet. Mevrouw, volgens mij zoekt u ook al een tijdje, of niet? Ja, maar dat is tegenwoordig normaal hier. Het is een bekend probleem. Mensen die hun auto ergens neerzetten waar je gratis kan parkeren, om vervolgens met het OV de stad in te gaan. Stadsdeel Nieuw-West heeft daarom blauwe zones ingevoerd, die langdurig parkeren tegengaan. Maar er zijn nog steeds straten waar dit niet zo is. En die staan nu propvol. Ik ben de afgelopen keer wel 10 minuten tot een kwartier bezig geweest. Inmiddels ken je een beetje de tactieken daarachter in de straat. Is nog wel eens soms een plekje die anderen over het hoofd zien. En daar is nu iemand anders alweer voor. Dus dat gaat er waarschijnlijk niet worden. Uit wanhoop parkeren sommige bewoners nu maar op een illegale plek. Bijvoorbeeld op een grasveldje. Maar dat betekent wel vaak een boete. Nou, wat ik gezien heb, en ik heb er zaterdag nog zelfs hier een flinke discussie weer over gehad. Ik heb zelf al 8-9 auto's bekeurd zien worden. U bent bekeurd, wanneer is dat gebeurd en waar stond uw auto toen? Dat is vorige week donderdag gebeurd. Mijn auto stond toen op het grasveld, daarachter. En dat was ook alleen maar noodgedwongen, omdat ik anders 10 kilometer moest lopen voordat ik mijn auto eindelijk weer kwijt kon. Het stadsdeel laat weten de klachten van de bewoners te herkennen en zeer serieus te nemen. Er is vandaag een brief naar de bewoners gestuurd met daarin een tijdelijke oplossing. Er wordt een leegstaand parkeerterrein weer toegankelijk gemaakt voor parkeren. Voor de lange termijn wordt gekeken naar een structurele oplossing. Maar meneer, ik zie hier een plekje. Ja, nou dankjewel, zet ik hem daar neer. Ja,